Goedemiddag, beste mensen. Welkom bij De Nieuwe Wereld. Verdiepende gesprekken in een tijd van verandering. Bij mij aan tafel zit vandaag Hans van Willigenburg. Journalist, schrijver, dichter, podcastmaker. Wij gaan ons buigen over de vraag hoeveel ruimte er vandaag de dag nog is om tegen de stroom in te denken. En zo ja, waar is die ruimte dan? Hans, welkom hier aan tafel. Dankjewel. We hebben elkaar al eens vaker gesproken, maar nog niet over jouw nieuwe boek. Het boek Vrijheidsvuur. Dat past denk ik hier erg goed bij de nieuwe wereld. Je hebt een wonderlijke collectie dwarsdenkers bij elkaar geschraapt. En dat is moeilijk zo 1, 2, 3... te zeggen van nou, daar gaan we een signatuur op stempelen. Of dat is links of dat is rechts. Het is vooral kritisch. Dat is denk ik wat ze allemaal met elkaar gemeen hebben. Ja, ik heb er natuurlijk een schappig dat je het zo omschrijft, omdat ik er in zekere zin een sardonisch genoegen in schep. Om inderdaad een bondgezelschap bij elkaar te brengen en me juist aan consentmatige ideeën te onttrekken. Dus de reacties die ik nu al op het boek heb gekregen is van progressieve mensen is dat er dus te veel conservatieve of rechtse mensen in denkers in zitten of schrijvers, wetenschappers. En van de andere kant heb ik dus van rechtse mensen gehoord dat er te linkse mensen in zitten die te veel maakbaarheidsideeën, te veel ruimte krijgen van mij om hun maakbaarheidsideeën te spuien. Dus in die zin heb ik me denk ik wel aan een aantal gebaande paden proberen te onttrekken. Nou, dat maakt dan voor jou ook daarin een dwarsdenken. Ja, ik denk persoonlijk, en dat hoor je, ik ben er niet de enige in die dat denkt, dat die begrippen links en rechts eigenlijk een beetje hun inhoud hebben verloren. En ik denk zelf dat dat vanaf 95 ongeveer is, toen de derde weg door socialisten bewandeld ging worden en iedereen de markt omhelste. Sinds die tijd zie ik eigenlijk geen fundamenteel verschil meer tussen partijen. Ja, ik denk dat als je goed geluisterd hebt, heb ik misschien volgens mij dat links en rechts, hoewel ik dat volgens mij, maar misschien heb ik het nog wel, maar ik slik, je hebt gelijk, eigenlijk zou je dat al moeten inslikken. Je zou het misschien, ik weet niet of dat in jouw ogen een verbetering is, je zou ook van progressief en conservatief kunnen spreken, maar daar word je ook niet blij van. Nee, want wie is er dan progressief in Nederland? Het zijn niet de linkse partijen, het zijn niet de partijen van het midden en de rechtse partijen, wat dan rechts wordt genoemd, dat is eerder conservatief reactionair dan progressief. Ik zie eigenlijk weinig progressie überhaupt in Nederland. De tegenstelling die ik zelf graag hanteer is tussen kritisch en conformistisch. Mm-hmm. Dat is wat ik ook zo aardig vind aan de nieuwe wereld. Want hier komen mensen waarvan men zegt van die zijn rechts. Maar er komen ook mensen waarvan men zegt van oh, die zijn extreem links. Ik bedoel, Wiert Duk komt hier, maar Ewald Engelen komt hier ook. Yeah. Ewald Engelen zit ook in jouw boek. Dat zal voor sommige rechtse mensen dan wel weer een steen des aanstoots zijn. Ja, en ik vind het dus juist heel, heel bevrijdend dat waar heel veel boeken tegenwoordig, kijk naar de boeken, bijvoorbeeld succesvolle boeken hè, van Rutger Bregman en andere schrijvers, non-fictietitels, dat die in principe rond het concept zijn gebouwd dat je instructies krijgt over hoe je moet denken of hoe je moet leven. Hè. Dus dat zijn die bekende how-to boeken. En die zijn, ik kan hoog of laag springen, maar dat zijn heel succesvolle, in verkooptechnische zin, hele succesvolle boeken. En ik vind het juist mijn taak om af te wijken en mensen dus niet met een soort to-do-lijstje, als ze dit gelezen hebben, op weg te sturen. Maar juist via die mensen die ik geïnterviewd, hun denken aan te jagen en te prikkelen. Ja, maar mensen willen natuurlijk ook graag horen how-to. Ik was vandaag bladerde ik toevallig weer eens in de Angst voor Vrijheid van Erich Fromm.
En daar heeft hij het over de mechanismen die mensen sturen tot autoritarisme en conformisme, vervreemding, zelfvergetelheid. Maar vooral, ja, zeg maar, wat schrijvers en schilders ook wel eens hebben, de angst voor het witte blad van je leven, dat je dat zelf vorm moet geven. De positieve vrijheid, de zelfverantwoordelijke zelfbepaling, dat vinden veel mensen gewoon te zwaar, dat ze zeggen, regel jij dat maar, dat leven van mij, en ik roep wel als het me niet zint. Ja, het is wel grappig. Ik hoorde gisteren iemand zeggen, ik zit zelf in Rotterdam, dat er ooit een hoge ambtenaar in de gemeente Rotterdam had gezegd, we leven in een piepdemocratie. En ik weet niet of jij daar ooit van dat begrip piepdemocratie hebt gehoord? Piepen met dubbel E-P? Nee, met P-I-E-P. Hij bedoelde, of tenminste de ambtenaar in kwestie, heb ik begrepen, bedoelde daarmee, hè, we runnen in feite als ambtenarenapparaat een soort machine en die maalt gewoon lekker voort. En als ambtenaar willen we dat een beetje rimpelloos gaat. En als er iemand piep gaat roepen, op zo'n manier, dan gaan we daar eventueel, als dat gepiep irritant wordt, dan gaan we daar misschien naar luisteren en misschien een aanpassing op doen. Ja, nou ja, goed, als je mij diep in mijn ziel kijkt, leven we überhaupt niet in een democratie. Ik bedoel, democratisch dat je eens in de 4 jaar in een hokje gaat om met een 19e eeuws rood potloodje een bolletje te zetten en dat jouw democratische daad is en dat er vervolgens heel andere dingen worden gedaan dan in het partijprogramma staat. Er heel andere mensen waarop je gestemd hebt. Als de burgerparticipatie en de bereidheid tot participatie bijna nul zijn, denk van ja, dan heb je vooral een schijndemocratie waarbij die gang naar de stembus meer dient om het systeem te legitimeren, de schijn van legitimiteit te verschaffen, dan dat het daadwerkelijk de demos aan de macht is. Ik zou bijna zeggen, I couldn't agree more, maar dan moet ik toch, dwing je me bijna toch om met Churchill te komen. Die zijn natuurlijk van, oké, kom maar met een beter systeem dan. Dus met andere woorden, dit is het beste wat we hebben. Ja. En dat is dus, zoals jij terecht zegt, dat is vol met feilen en et cetera. Ja, het feilen is intussen zo groot geworden dat ik denk van, ja, er zou net zo goed een tiran aan de macht kunnen zijn. En die tiran is, wat mij betreft, ook aan de macht. Mm-hmm. En ik noem die tiran heel ouderwets. Het grootkapitaal met hun lobby's, die bepalen wat er gebeurt. En de politiek is just window dressing. Dus dan denk ik, ja, democratie. Ik deel het idee van een liberale, representatieve democratie. Prachtig. Mm-hmm. Maar ik zie het alleen niet in Nederland. Ik zie het vrijwel nergens. En laten we het gesprek even omdraaien. Ik ga jou een vraag stellen. Hoe, met dat in je achterhoofd, hoe las jij dat boek van mij? Nou, ik was erg benieuwd naar. Of jij van tevoren een bepaalde opzet had waar je mensen bij had gezocht. Of dat je een aantal mensen had gesproken waarvan je dacht van, dit is een common denominator. Ik merk dat er ook bepaalde thema's steeds terugkomen. Het klimaat is een thema, woke is een thema, Rusland-Oekraïne is een thema. Als poppetjes is Trump een thema. En er is nog een stokpaardje dat Sander Schimmelpennink heet, dat af en toe uit de pagina's komt opduiken om flink afgezekerd te worden. Dus dan denk ik van, hebben al die mensen deze pet peeves met elkaar gemeen? Of heb je ze daarop geselecteerd? Of ligt dat je ze allemaal dezelfde vraag hebt voorgelegd? Nou, als je de vraag naar het maakproces, dan zal ik kort proberen daar kort een soort indruk van te geven. Ik denk dat het basisidee van dit boek was dat, je hebt dat gevleugelde begrip biodiversiteit tegenwoordig. En ik dacht, en dat is een persoonlijke frustratie, dat ik tegenwoordig zelf merk dat ik kranten en tijdschriften eigenlijk met steeds minder nieuwsgierigheid opensla. En dat die stapels zich opstapelen, omdat ik soms het idee heb, nou ik weet eigenlijk, dat is natuurlijk misschien niet waar, maar ik heb het steeds meer het idee dat
concepten zijn die week na week na week herhaald worden. En dat ik dus niet meer echt word geprikkeld of dat ik niet meer word uitgedaagd om de wereld upside down te zien. We kunnen het misschien zo nog wel hebben over een aantal recente voorbeelden van activistische journalistiek. Waaraan je kunt zien dat inderdaad die journalistiek bijna soms zichzelf oplegt om voorspelbaarder te worden, om conceptmatiger te worden. Ja. Om voor mezelf een uitweg daaruit te kiezen, dacht ik, ik wil mensen interviewen, stevig interviewen, waarvan ik denk dat ze een beetje buiten de mainstream denken of kunnen denken. En waarvan ik het idee kan hebben dat ze mij, als ik terug naar huis rij met de opname, dat ik er wijzer van ben geworden. Net zoals ik hoop dat de lezer natuurlijk uiteindelijk van dit soort gesprekken wijzer wordt. Dus je komt zeg maar niet uit bij de man of vrouw aan het, op de hoek van de straat. Maar je komt uit bij denkers, filosofen, een aantal wetenschapsjournalisten die, met name die laatste groep vind ik interessant omdat zij de taak hebben om wetenschap naar een publiek te brengen. En zeker iemand als Maarten Keulemans van de Volkskrant, die in dit boek toch heel erg duidelijk laat zien wat voor dilemma's je als wetenschapsjournalist tegenkomt. En ook wat is waar. En natuurlijk, je ontkomt ook als wetenschapsjournalist niet aan een soort begripsvorming over wat is nou waar en waar leg ik de grens, welk onderzoek ga ik nu presenteren, is genoeg credible om aan een breder publiek te presenteren en welke niet. En in die zin vind ik dus mooi juist de mensen die het boek gelezen hebben, die zeggen van ik heb niet een kant, dat is dus ook exact niet de bedoeling, ik heb niet een kant-en-klaar antwoord gekregen, maar ik heb wel meer inzicht gekregen in hoe dat is een beetje misschien een cliché, maar hoe complex het is. Ja, nou ja, deze korte uiteenzetting roept al meteen 3-4 nieuwe vragen op. Ja, maar wat mij opviel is dat er inderdaad een paar mensen bij zitten die dan naar mijn mening weer geen dwarsdenkers zijn. Arnon Grunberg is een rete slimme gozer, maar hij is ook een zelfverklaard advocaat van het midden. En ik zie eigenlijk niets in zijn stukken, eigenlijk minder dan in zijn boeken, dat tegen de stroom indenkt. Mm-hmm. En Maarten Keulemans, die roept zich, werpt zich nu in dit boek op als iemand die heel kritisch was in zijn coronajournalistiek. Terwijl hij zeker het eerste jaar een van de belangrijkste voorvechters van het dominante narratief was. Hij zeikt in het boek Hugo de Jonge af vanwege het uitsluitingsbeleid rond gevaccineerd of niet gevaccineerd zijn. Mm-hmm. Terwijl hij zelf echt soms op bijna straattaaltoon is uitgevaren tegen mensen met Twitter-fitties en mensen verrot schelden. Mm-hmm. Want ik denk van, hoezo dwars? En als je zo dwars was, had je dan ooit de prijs voor journalistiek gekregen in Nederland, in dit tijdsgevricht? Denk het niet. Ja, nou in die zin heb ik me opgesteld en misschien toon jij met jouw reactie wel een tekortkoming in mijn benaderingswijze aan. Ik heb die mensen als een momentopname heb ik ze pogen te interviewen. Dus wat ze dachten of vonden op dat moment. En dat hoeft niet per se representatief te zijn voor een gehele reputatie. En terugkomend op de naam Arnon Grunberg. Hij vertegenwoordigt natuurlijk een hele ben ik helemaal met je eens, een pragmatische middenstroming. Maar je zegt zelf al, het is een hele slimme jongen. Dus ik word ook altijd wel door hem uitgedaagd als ik naar huis rijd. Ik kan wel dwars zijn, maar hij heeft wel heel veel goede vanuit de pragmatische invalshoek. Heeft hij toch wel een hele hoop plausibele antwoorden of verklaringen voor hoe de dingen gaan. Dus ik vond hem zeker. In principe, je kunt je afvragen of ik na het gesprek nog steeds zoveel bewondering had. Maar bewondering is wel voor mij een motivatie geweest om met die mensen in gesprek te gaan. Als ik hun werk niet had gerespecteerd, was ik ze waarschijnlijk, of had ik geen moeite gedaan om ze te interviewen. Nee. Nou ja, ik ben het met het meeste van wat Grunberg zegt ook wel eens. Behalve zijn pleidooi voor Rutte. Dat ik denk, daar kan ik echt niet in meegaan. Ik bedoel,
Ik denk dat Rutte in zijn eentje de democratie meer schade heeft toegebracht dan PVV en FVD bij elkaar. Mm-hmm. Maar oké, dat is personal opinion, is ook niet relevant voor dit gesprek. Nou, ik denk dat het heel goed is dat je van je eigen hart geen moordkuil maakt. Ik denk dat het mooie van deze uitwisseling is dat ik denk dat mensen wel nieuwsgierig worden naar dat boek. En dat is natuurlijk ook een van de bedoelingen van dit gesprek. Ja. Nou ja, dat is natuurlijk het aardige, dat bij die dwarsdenkers dat je iets anders tegenkomt dan de confirmation bias waarop de bubbels op social media draaien. Ja. Dat is denk ik ook een van de USP's van de nieuwe wereld. Uh-huh. Dat je daar inderdaad die afwijkende standpunten tegenkomt. Het is als dwarsdenker verdomd moeilijk om een podium te vinden. Zeker binnen de mainstream media. Ja. Die gaan er op prat op dat ze liberaal progressief zijn. Ja. Maar dat is dan, zoals iemand als Chomsky misschien zou zeggen, binnen een zeer beperkte bandbreedte. En als het er ook maar even buiten valt. Mm-hmm. Sorry, wij krijgen al zoveel artikelen. Wij kunnen u niet plaatsen. Ja, dat is natuurlijk een heel makkelijk redactioneel argument om mensen uit te sluiten. En dan zie je dat ook mensen die hun sporen intussen wel verdiend hebben, zoals Ewald Engelen, mm-hmm, of onze grote mediaprofessor Cees Hamelink, mm-hmm, dat die opeens bij Blackbox verschijnen, waar je hen gezien hun politieke signatuur niet zou verwachten. Maar ja, ik sprak Cees Hamelink, volgens mij was het vorig jaar, en toen zei van, het maakt me eigenlijk geen reet uit waar ik praat. Ik wil deze boodschap in de wereld krijgen, en als dat nergens anders kan, dan maar hier. Ja. Dat is grappig dat je dat zegt, want ik krijg natuurlijk vanuit mijn omgeving, zeker als je misschien wat minder gangbare standpunten vertolkt, dan kun je gevoelig raken voor je peer, hè? Zoals je voor, hoe noemen ze dat geloof ik, peer nog wat? Peer pressure? Peer pressure, precies. Druk van de peren. Ja, en dan vragen mensen aan mij, ga je voor dat of dat mee? Ik zal nu even geen namen noemen, maar ga je voor dat of dat medium schrijven? En dan denk ik bij mezelf, ja, dat is makkelijk praten. Met mijn track record staat niet iedereen meer te roepen of te vragen, wil je alsjeblieft bij ons komen? En als iemand dat dan wel vraagt, dus je hebt gelijk, de publicatiemogelijkheden nemen af. Dus dan is als je wilt publiceren, als je een bepaalde verhaal over wilt brengen, dan heb je het niet meer voor het uitkiezen. Ja, en even terug naar de vraag die ik net stelde van, hoe komt het dat bepaalde thema's steeds terugkeren? Hebben al die geïnterviewden, nou, al is te veel gezegd, mm-hmm, de meeste hebben die dat met elkaar gemeen, die stokpaardjes? Of heb je ze ondervraagd op wat vind je van het klimaat, wat vind je van het woke-denken, wat vind je van de situatie Rusland? Ik heb wel, want ik heb net in de inleiding een soort afstand, maximale afstand genomen tot het concept denken. En dat heb ik ook heel bewust gedaan. Maar goed, van de achterkant, komt er natuurlijk toch ook weer een concept binnen. Helemaal kun je het niet uitbannen. Dat wil zeggen dat ik om de interesse in het boek aan te wakkeren dacht ik moet een aantal onderwerpen ter sprake brengen die op dit moment even gechargeerd gezet bij de koffieautomaat spelen. En dat is het klimaat, dat is gender, dat is woke, dat is het klimaat, dat is racisme. Dus ik vond het, en dat zijn ook dingen, even voor alle duidelijkheid, niet dat ik heel vaak bij koffiemachines sta, want ik ben een freelancer. Hoewel ik ook wel eens een tijdje bij bedrijven heb gewerkt en dan stond ik wel gewoon bij de koffiemachine. Maar ik vond het dus interessant om juist die denkers wel met dit soort thema's, die dus veel besproken worden, al of niet terecht, maar om ze daarmee te confronteren en daar hun gedachten over los te weken. Ja. Is bijvoorbeeld woke, is dat nou zo'n household name geworden dat iedereen weet wat woke is? Want ik zat, terwijl ik dat las, dacht ik van, goh, ik zou eigenlijk wel een werkdefinitie willen, mm-hmm, hebben. Wie zijn er woke? Wat is woke? Ja. Ik weet in ieder geval één boektitel van mevrouw Susan Nyman heet ze geloof ik. En die heeft een boek geschreven, Links is niet woke. Op zich een heel interessant boek, ik heb het ook gelezen. Maar woke is natuurlijk een containerbegrip. Daar heeft iedereen weer zijn eigen, neem ik aan, zijn eigen definitie van. Zoals al bij veel woorden het geval is.
Ik denk dat woke, als ik het zo kort mogelijk zou moeten samenvatten, zou ik zeggen de onmiddellijke wil tot radicale gelijkheid. Zoiets. Dus met andere woorden, en dat gaat zover, en dat is dus radicaal, is dat alle mensen die 2, 3 of 4 eeuwen geleden zich niet volgens die normen van de radicale gelijkheid hebben gedragen, dat die dus in retrospectief, nou ja, dat weten we allemaal, dat die ook gecorrigeerd moeten worden. En dat ze dus in het malletje geduwd moeten worden. En dat we daarom, dat er daarom dus nu onder de woke communities, voor zover er sprake van is, een lobby is om allerlei standbeelden omlaag te halen, et cetera. Ja, nou ja, goed, je hebt mijn laatste boek ook gelezen. Dus ik zit daar ook redelijk op eenzelfde spoor in. Mm-hmm. Maar ik denk ook dat als je mensen als Jeffrey Afrije hoort, dat zijn helemaal niet zulke onredelijke mensen. En het zijn ook geen vuilspuiters. Ik zie dat woke denken, vooral bij de Twitter-trollen en zo. Mm-hmm. De Social Justice Warriors. De naam zegt het al. Daar zit een ongelofelijke hoeveelheid zelfgenoegzame onverdraagzaamheid in. En die vorm van woke, ja, daar kan ik inderdaad helemaal niets mee. Dat je vecht voor gelijkberechtiging of erkenning. Dan denk ik van, nou ja, als jij zo graag jezelf op wil knopen in een hokje van een identiteit wil doen, stoppen. Mijn zegen heb je. Mm-hmm. Ik vind vooral dat hele identiteitsdenken, dat heel erg afleidt van de grote lijnen. Ja. Wat Engelen met zijn tirades tegen het genderneutrale rompertje, dat echt krantenkoppen wordt in plaats van wat er gebeurt aan handelsverdragen. Ja. Nou ja, maar het gaat helemaal eens, maar het gaat soms, het lijkt soms nog dieper te gaan, hè, dat de invloed van woke, noem ik het nu maar eventjes, waarvan je kunt afvragen hoe groot is nou die groep, dat is natuurlijk ook kritiek op woke, het is eigenlijk een klein groep mensen die relatief heel veel proberen heel veel invloed uit te oefenen, maar als je kijkt, en daar hebben, zeg maar, vind ik, wat ik dan maar even rechtsconservatieve denkers een punt. Die zeggen tegen woke, jullie zijn zo voor diversiteit. Jullie zijn zo gefixeerd op als we een bedrijfstop samenstellen, of als we een board members samenstellen, of whatever. Dat we daar dus, wat op zich helemaal geen gekke gedachte is, dat we daar mensen met zoveel mogelijk verschillende achtergronden dan bij zoeken. Maar zodra het over opinie gaat, over wat je denkt, dan moet er opeens dus lijkt er opeens een soort kadaverdiscipline te moeten zijn. Namelijk, je moet wel allemaal vinden wat woke vindt. En zodra jij ook maar de indruk wekt dat je één groep net iets wat minder zou respecteren of net iets minder hoog acht dan een andere groep, ja, dan heb je een probleem. Nou ja, god, ik denk dat de oplossing eigenlijk vrij simpel is. Algemeen menselijk respect. Mm-hmm. Er zijn twee soorten. Ja, maar dat gaat woke activisten. En dat is ook iets wat ik zou kunnen zeggen, Rob. Maar dat heb ik wel eens. Maar dan krijg je een volgende level van discussie. Namelijk dat wij dat in hun ogen als blanke mannen of witte mannen van een bepaalde leeftijd wel kunnen zeggen. Hè, respect. Maar dat wij daar veel meer moeite zijn vinden dat ons is komen aanwaaien, dat respect. Dat wij dat respect al veel te lang op een vanzelfsprekende manier genieten. En dat is natuurlijk, in die zin is woke natuurlijk ook een soort ressentimentbeweging. Dat moet gecompenseerd worden. Wij witte mensen, je ziet dat overal om je heen. Wij witte mensen, ja, wij moeten boete gaan doen. Wij moeten ons realiseren dat wij in veel historische periodes fout zijn geweest. En daar moeten we. En dat, daarom zei ik net, hè, de onmiddellijke wil tot radicale gelijkheid. Woke, het echte activisme, is bezig met vandaag. Wil niet meer wachten. En dat type ongeduld, dat type radicalisme, dat is althans mijn theorie, is wat in feite radicaal rechts laat groeien. Want juist dat die onmiddellijkheid van dat activisme, dat maakt dat een heleboel mensen die in de basis heel erg redelijk zijn en waarvan wij zeggen die gaan uit van menselijk respect, opgejaagd worden of zich opgejaagd voelen
door die radicale woke-gemeenschap. Ja, nou ja, goed, zo'n leus als Zwarte Piet als is racisme, dat schiet mij ook in het verkeerde keelgat. Omdat een heleboel mensen nog helemaal niet door hadden dat hun feestje als racistisch geïnterpreteerd kon worden. Dat moest met het nodige geweld op de agenda gezet worden. Ik denk, het is prima als je gewoon een roetveegpiet doet dat die man is zwart omdat hij door de schoorsteen komt. Pas perfect in het verhaal, hoeft niemand aanstoot aan te nemen. Dus, mijn zegen hebben ze, mm-hmm. Maar door de inzet, met die toonzetting, ja. Want jullie zijn vuile racisten omdat jullie dat doen. Bedoel, dat respect, dat heb ik trouwens zeker niet met de paplepel ingegoten gekregen. Mijn ouders hadden zoiets van, heel verlicht, hè? Goede burgerijverlichting. Wij zouden het niet leuk vinden als jij met een zwart meisje thuis zou komen. Maar we zouden het je ook niet verbieden. Mm-hmm. Alsof ze iets te verbieden hadden daarin. Dat ik echt als puber daar een beetje de slappe lach van kreeg. Ja. Maar goed, mijn lange mars naar het respect, dat heeft me echt lang gekost als misantroop. Dus ja, nu ben ik misschien als zestiger een menslievende misantroop geworden. Ja. En ik probeer iedereen met respect te bejegenen. En ik denk dat dat ook een opvoedingskwestie is, dat je dat mensen mee moet geven. Dat is heel mooi hoe je het zegt, hè? Want je presenteert het eigenlijk als, en dat is natuurlijk, wat in principe een soort ideaaltoestand is, dat je leert, dat je leeft, je ervaringen, je ontdekt nieuwe inzichten. Maar of je ontdekt nieuwe inzichten, is niet een hele mooie zin, maar je komt tot nieuwe inzichten. Maar de kern van activisme, zoals ik het zie, is dat je dus niet meer de tijd wordt gegund. Het wordt onmiddellijk, wordt er gezegd, ik las net weer een item op de radio over Piet Hein. En dan is de eindvraag, allemaal leuk, lief en aardig wie Piet Hein was, maar was die nou goed of was die nou fout? En dat is natuurlijk een grove versimpeling. Maar dat is een vraag, ook een soort activistisch, zeg maar, geïnspireerde vraag van, zeg nou maar of het goed of fout was, dan kunnen wij weer door. En het is het natuurlijk een hele anti-intellectuele houding natuurlijk. En anti-historisch, want het kijkt totaal niet naar de context waarbinnen Piet Hein of Jan Pieterszoon Koen opereerden. Dat was een heel andere tijd met hele andere waarden en normen. Ja. En die gaan wij nu nog eens een keer met terugwerkende kracht beoordelen, ja, vanuit de waarden en normen van nu. Ja, dat is een beetje gekkigheid. Dus net zoals dat idee van, we gaan al die straatnaambordjes, die gaan we veranderen, ja, en die standbeelden gaan we weghalen. Ik was ooit in Budapest. Ja, ja. Misschien ken je dat. Dat monumentenpark waar al die beelden uit de Stalinistische tijd, ja, die zijn daar te zien. Het is best een grappig park. En toen dacht ik, stop het allemaal in een soort museum van het foute verleden. Ja. En organiseer lesjes vanuit middelbare scholen, maatschappijleer, geschiedenis. En dan vertel je dat verhaal. Mm-hmm. Zodat het verhaal niet verloren gaat. Maar als je de straatnaambordjes weghaalt, dan is dat hele vertoog ook verdwenen. Dus dan is er niets meer waarover je kan oordelen. Dan kan je straks niet meer zeggen, dit is fout en dat is goed. Want er is alleen nog maar goed. Exact. Maar ik denk ook dat dat ongeduld, wat ook in zo'n vraag zit, is Piet Hein nou goed of fout? Hè? Dus er zit ongeduld. Ik wil nu weten van jou of het goed of fout was. Hè? Ik accepteer geen nee of ik accepteer geen grijs gebieden. Ik denk dat in het huidige levensstijl, of laat ik het zo zeggen, die dictatuur van het tempo, zullen we zeggen, en nu maak ik misschien even een kleine sprong, maar dat denk ik voor het boek wel relevant, is dat je, jou zal dat ook opgevallen zijn, dat er in het openbare debat nu allerlei deadlines zijn. In 2030 moeten we dat bereikt hebben. In 2040 moeten we daar zijn. En in 2050 moeten we dat en dat en dat bereikt hebben. En dan wordt er vervolgens vanuit die jaartallen teruggeredeneerd naar wat we nu zouden moeten doen. Nou, dat is natuurlijk ook een hele dwingende vorm van, of een tamelijk, nou, dat is een vorm van activisme die dus eigenlijk mainstream is geworden. Want als je hebt Frans Timmermans, al die partijen hebben zich eigenlijk vastgelegd
op allerlei deadlines te halen. Deadlines. En het komt er eigenlijk op neer dat als je dus een politiek voorstaat of bepaalde maatregelen die niet in die agenda passen, dat die dus eigenlijk al bijna, ik zeg het heel voorzichtig, als sabotage worden geïnterpreteerd. Dus daarom blijf ik volhouden, dat is misschien een stokpaardje van mij, maar goed, dit zijn ook wel gelegenheden om stokpaardjes naar voren te brengen, is dat ik blijf zeggen, als journalisten of andere mensen zich blijven verbazen over de opkomst van radicaal rechts, blijf ik zeggen, mensen zijn niet xenofober dan 10 jaar geleden. Mensen zijn niet radicaler dan 10 jaar geleden. Het punt is alleen dat het midden, het politieke midden, is zelf geradicaliseerd. En daar voelen mensen zich steeds minder bij thuis. Ja, daar kan ik me wat bij voorstellen. Als je, zoals in Vrijheidsvuur, al die dwarsdenkers bij elkaar hebt, dan denk ik van, goh, waarom ook niet iemand als Jeffrey Afrië? Want dat is natuurlijk ook binnen het dominante discours, is dat een dwarsdenker van je welste. En je hebt gelijk dat sommige van die mensen, voor Jeffrey geldt dat volgens mij niet, heel drammerig kunnen zijn. Maar aan de andere kant is dat drammen soms domweg nodig om het op de agenda te krijgen. Zeker. En dan komt het, zodat het in ieder geval in een enigszins acceptabele, verwaterde vorm toch doordringt tot de samenleving. Ik bedoel, zonder Karl Marx hadden wij nooit een verzorgingsstaat gehad. Maar die verzorgingsstaat is al lang geen marxisme meer. Het is niet eens communisme. Maar nogmaals, je zou het historisch op lange termijn kunnen zien als een soort mega vorm van agenda setting. Ja, ik snap wat je bedoelt. Nee, ik neem het zeker mee. Ik vind het een goede suggestie. Jeffrey Afrië. Er zijn namelijk ook een hele lijst van namen van mensen die of geen tijd hadden om zich te laten interviewen door mij. Of door één naam in dit rijtje zodanig werden afgeschrikt dat ze zeiden ik doe het niet. Maar goed, mocht er een vervolg komen op dit boek, dan zal ik Jeffrey Afrië zal zeker op het lijstje komen. Ja, voor mij hoeft het niet hoor. Ik bedoel, jouw boek, jouw keuze. Ja. Je hebt er, maar ik vind op zich wel, als je het hebt over, jij introduceert dwarsdenkers. Ik geloof niet dat ik dat zelf in deze, maar goed, jezelf. Nou, vrije geesten staat omslag. Ja, precies. Tegen de stroom indenken. Ja, absoluut. Dus ik vind hem wel een interessante naam, dus om over na te denken. Ja. Nou ja, goed, je hoopt dan toch ook altijd dat zo'n boek een beetje een afbeelding is, wat je zelf ook zegt, een momentopname van de samenleving en de samenstelling van die samenleving. Ja, waar ik bang, sorry dat ik je onderbreek, maar waar ik dus bang voor ben, en dat is ook wel echt een diepgewortend motief om dit boek te maken, is dat ik, en jij omschreef jezelf net als misantroop, dus dat je van nature niet heel erg vrolijk gestemd bent, dan vat ik het maar even samen over de mensheid. Ik heb dus ook ik word ook regelmatig overvallen door. Ik denk te zien dat de ruimte om dwars te denken, of zoals jij zegt, tegen de stroom in te denken, dat die dus afneemt. En dan geef ik mezelf dus de opdracht van. Nou, dit zijn 17 denkers, wetenschapsfilosofen, wetenschapsmensen, schrijvers, et cetera, columnisten. Die volgens mij een heel breed palet zeg maar vertegenwoordigen. En die naar actuele thema's kijken. Nou, dan heb ik in ieder geval dit boek. Hè? En dan kunnen mensen altijd nog zien dat in 2024, dat er altijd nog, hè, dit was nog de bandbreedte toen, waarop er van mening verschilt kon worden op een, wat mij betreft, zinnige manier. Hè. Er zijn natuurlijk ook mensen die gewoon maar wat roepen op Twitter om extreem te. Maar doorwrochte meningen of doorwrochte visies die heel erg uit elkaar lopen. Dat alleen al, nog los van de verkoopcijfers, geeft me dan het gevoel van, nou ja, ik heb die diversiteit in 2024 nog kunnen schilderen. Ja, ja. Het is waarschijnlijk een wat te romantische voorstelling van zaken, maar dat is wel een motief voor mij om dit boek te maken. Ik heb me wel eens laten vertellen, ik heb dat allemaal niet zelf geteld, maar dat er op deze planeet meer vrouwen dan mannen zijn. En in Vrijheidsvuur zit één vrouw, Delphine Leconte. Nee, twee. Wie is de tweede? Esther van Venema. Shit, ja, nee, je hebt gelijk.
Maar goed, ja, maar dat, inderdaad over vertegenwoordiging. Ja, nee, maar dat zie je ook misschien als een lacune in de gesprekken bij de Nieuwe Wereld. Dat vrouwen erg ondervertegenwoordigd zijn. Ja. Terwijl ik denk van, nou, ik ontmoet genoeg kritische vrouwen met een grote bek die een interessant verhaal hebben. Ja. Dus ja, ik hoop dat ik er toch ook nog het een en ander van... Ja, hier komt dus, hier verwijs ik dus weer naar het begin van het gesprek. En ook namelijk dat ik niet volgens een bepaald concept heb gedacht. Dus ook niet volgens het concept. Er moeten zoveel mannen of vrouwen in of mensen met een bepaalde achtergrond. Wat niet wegneemt dat ik heel erg blij ben. Dat bijvoorbeeld Ilyas Nasrullah, iemand die heel veel, die dus op het laatst in het boek wordt geïnterviewd over de digitale revolutie. En over de data samenleving. Dat ik het heel fijn vind dat hij iemand is met een migratieachtergrond. Ja, ik vond het ook een interessant standpunt. Van de meeste standpunten, dat denk ik van daar heb ik wel eens iets van gehoord. Mm-hmm. Een brok, een klepel. Maar van die IT-wereld weet ik bar weinig. Dus ik vond zijn kijk erop behoorlijk fascinerend. Ja. Dus ik vroeg me ook af, misschien niet programmatisch, mensen zijn ook niet programmatisch. Maar of je op een bepaalde manier, als je zo'n boek maakt, misschien toch ook niet een soort politiek zelfportret maakt, waarbij je je eigen beeldenis schildert aan de hand van anderen. Ik zou bijna zeggen, ik zou bijna me tot één woord of één woord willen beperken, namelijk schuldig. Ja, ik denk dat je daar niet omheen komt. Maar de vraag die daarachter zit, volgens mij een hele boeiende vraag, is kun je als interviews maken die niet een spiegel zijn van jezelf uiteindelijk? En kan bijvoorbeeld een politicus, kan die ooit een standpunt innemen? Maar nogmaals, dit is een meer algemeen filosofische vraag. Kan iemand of een politicus of een schrijver ooit een standpunt of wie dan ook, ooit een standpunt innemen dat niet autobiografisch is? Ik denk dat je dan een hele technocratische interviewer zou worden die zichzelf volledig out of the equation haalt, die zich helemaal verdiept in de geïnterviewde, op basis daarvan een serie vragen doet die hem niet interesseren, maar van hij weet, dit is het publiek dat ik bedien, dat is wat ze willen weten. En dan heb je kans dat wat er komt een hele saaie weergave is van wat zo iemand doet. Ik noem zelf dit soort... gesprekken ook gesprekken en geen interviews. Mm-hmm. Ik vind een gesprek, een uitwisseling, een dialoog vind ik interessanter dan een obligaat vragenlijstje afwerken. Jij vroeg ook mij om een vragenlijstje. Gesprekken, hè? Ja, gesprekken. Geen interviews. Ja, nee, het gesprek. En dat is natuurlijk ook het mooie medium, omdat je juist in zo'n gesprek op iets kan komen waar je in de bubbel van confirmation bias niet zo snel op zou komen. Ja, maar vergis je dus niet, hè? Ik heb daar kort naar verwezen, die boeken van bijvoorbeeld Rutger Bregman, maar bijvoorbeeld ook van Rob Wijnberg, nou ja, die jonge intellectuelen, die hebben dus wel degelijk de potentie dat ze niet namens, hun naam staat wel op de cover, maar de pretentie die die boeken ademen is, zo is het, dit moet je doen. Hè? Het zijn instructieve boeken. Ik ben een beetje boos op Rutger Bregman. Waarom? Omdat hij dus op een gegeven moment, hij heeft nu dat boek Morele Ambitie geschreven. En daarin zegt hij op een gegeven moment, een carrière bestaat uit 2000 werkweken. En hij zegt dus eigenlijk, of hij zegt in dat boek, wat ik probeer te doen is hoe mensen die 2000 werkweken, die ze gemiddeld, zeg maar een carrière duurt gemiddeld 2000 weken, hoe ze die zo nuttig mogelijk, hè, dus met zo goed mogelijk effecten voor de wereld kunnen invullen. En hij suggereert in dat boek, dat moet met meer morele ambitie. Nou, in concreto betekent dat mensen van baan, vaak in zijn ogen van baan moeten wisselen. En hij presenteert dat als, dat is beter voor de wereld en uiteindelijk is dat ook beter van jou. En dat is niet zomaar een mening van Rutger Bregman, wat het natuurlijk uiteindelijk wel is. Nee,
Dat is een algemeen, het is wat hij poneert in zekere zin. Ja. En ik denk dat type boek, dat type manier van denken, ik neem het hem dus heel erg, waar ik echt boos over ben, is dat hij als progressieve denker dus een carrière terugbrengt als een soort Excel-sheet manager tot 2000 werkweken. Hij zit dus helemaal in dat paradigma van input en output. Hè? Dus die jonge generatie intellectuelen hebben dat neoliberale model helemaal geïnternaliseerd. Die denken dus alleen nog, volgens Rutger Bregman zit ik nu in week 1852 van mijn carrière. Wat ik een volstrekt absurde manier van denken vind. Nou ja, dat soort boeken, in tegenstelling, want je hebt helemaal gelijk, in mijn boek vind je mij in die interviews wel degelijk natuurlijk op allerlei manieren terug. Ja, misschien is Rutger Bregman wel een hele softe nazaat van Willem Frederik Hermans. Ik heb altijd gelijk. Ik heb dat zelf ook altijd aangehouden van ik heb altijd gelijk. Ik heb dat intussen genuanceerd tot meestal. Dus I call that progress. Maar ik had ooit een discussie met een vriend en die zei van ik ben door mijn argumenten heen en ik weet zeker dat jij nog een uur lang nieuwe argumenten kan verzinnen, maar je hebt mij niet overtuigd. En het ziet er niet naar uit dat je me gaat overtuigen. En toen, ik vond dat zo'n ontzettende goede opmerking, dat ik dacht van dit geeft de grenzen aan van het gelijk hebben. Als je mensen niet mee kan krijgen in het gelijk, betekent het niets. Mm-hmm. En dat is natuurlijk de grote uitdaging van iedereen die een knuppel in het hoenderhok zoekt, gooit. Dat je medestanders probeert te verzamelen, een soort waarheidspolitiek bedrijven. Ja, ja en daar, ja, nou ja goed, zonder mezelf als mooier te willen voordoen dan ik ben. Aan dat spelletje doe ik dus niet mee. En Vrijheidsvuur is daar, denk ik, dat boek is daar een vertaling van. Ja. Dus wat ik bedoel te zeggen, aan welk spelletje doe ik niet mee? Ik denk dat een van de grote problemen op dit moment is dat je dus het kamp hebt van de mensen die ik niet op jouw aanwijzing niet links zal noemen en niet progressief zal noemen. Maar je hebt een kamp die met de wetenschap en met data in de hand zegt van hè, wij hebben gelijk, kijk maar, hè, dit zijn de data, deze kant gaan we op en moeten we op. En een groep mensen die zegt, ja, dat kan allemaal wel zo zijn. Maar precies zoals jouw vriend zei, van je kunt nog honderd grafieken, nog honderd onderzoeken doen. Wij gaan dat niet doen. Nee, maar dat is ook al een veelgemaakt misverstand, dat mensen denken dat data, dat informatie is, dat aan elkaar gelijkgesteld wordt. Het gaat om de interpretatie van data. Dan wordt het pas informatie en dan krijgt het ook pas een morele kleuring en gaat het een bepaalde kant op. Ja. Dus dat is denk ik wel een heel wezenlijk dingetje. Over dat je zegt mensen die tegen de stroom indenken, anders denken. Waren er ook mensen die je interviewde dat je dacht van daar ben ik het totaal mee oneens. Dus waren natuurlijk George Monbiot, wat wel een mooie vangst is, vind ik zelf. Want dat is echt een internationaal gerespecteerde Engelse bestsellerschrijver die bestsellers schrijft over. Waar schrijft hij nou precies over? Hij schrijft eigenlijk over de natuur en vooral over, dat is zijn stokpaardje, de landbouw. Ja. De landbouw. George Monbiot zegt, de landbouw is de slechtst mogelijke deal die er ooit op aarde is gesloten. En bedoelt hij dan de landbouw op zich? Of, want ik had de indruk dat het hem vooral om de veeteelt. Ja, het gaat hem voor grotendeels alleen om de veeteelt. Maar waarom ik toch landbouw zeg, misschien een kleine begripsverwarring, is omdat hij zegt de landbouw, hè, dus niet alleen de veeteelt, maar ook de akkerbouw, nou ja, noem alle andere vormen van landbouw maar op. Dat neemt in totaal 40% in beslag van het aardoppervlak. En als je dus kijkt naar de opbrengst in termen van voedsel, van voedingswaarde voor ons lichaam, levert dat navenant weinig op. En een heel groot argument, of een heel belangrijk argument in zijn,
in zijn manier van denken is dat, dat er ondertussen gewoon miljarden dieren ondertussen worden afgeslacht om ons, ja, voor ons voedsel. En hij, wat zei die 40 miljard of zo op jaarbasis? Het is echt staggering. Ja. Ja, en hij heeft het dus, en dat vind ik super interessant, hij heeft het dus tot zijn levenswerk gemaakt om mensen te laten inzien dat we op de verkeerde weg zijn. Hè? Dat we dus die landbouwsector zo snel mogelijk eigenlijk moeten volledig, in zijn visie volledig moeten afbouwen. Dat we volledig naar een verticale soort stadslandbouw zouden moeten gaan. Kun je natuurlijk zeggen, en dat was jouw oorspronkelijke vraag, ben je het daarmee eens? Ik heb onvoldoende kennis over landbouw en over voedingsstoffen en voedingswaardes om daar een gefundeerd standpunt over in te nemen. Maar ik zou echt mensen zeggen, lees het interview met George Monbiot, koop dit boek natuurlijk. Want hij komt echt met super interessante inzichten waarvan ik denk, waar ik echt van aan het denken ben geslagen, hoe aan het denken ben gegaan. Hij zegt, een van de stellingen die hij in het interview naar voren brengt, is dat ons grote probleem is dat we wat hij in het Engels noemt neofobic zijn. Met andere woorden, we zijn bang voor nieuwe toepassingen. In zijn geval bedoelt hij natuurlijk ook voor nieuwe vormen van voedsel. Of ander voedsel, of voedsel met andere ingrediënten. En omdat we daar bang voor zijn, omdat we dat niet kennen, denken we niet in deze oplossingsrichting. Kortom, wat hij in feite zegt is, want het punt is, het voordeel van als we die landbouw vergaand zouden terugbrengen, is dat de natuur zich, en dat is een deel van zijn betoog, dat de natuur een geweldig herstelvermogen heeft. Dus dat al die gebieden die nu aan landbouw, die nu door al die bestrijdingsmiddelen, zeg maar, tussen aanhalingstekens dood wordt gemaakt, dat als we die teruggeven aan de natuur, dat die aarde weer in principe weer helemaal terug of kan gaan floreren. Ja, en ik weet niet of niet meer zeker of hij dat ook noemt, maar een bekend bezwaar is ook dat tegenover die neofobie staat een soort nostalgisch beeld van de boer, zoals je het op het leesplankje wat wij dan lagere school zouden hebben genoemd, ziet. Ja. Zo'n man met een paar koeien en daar lopen wat kippen over het erf. En dat is natuurlijk ook het imago dat BBB graag mag uitventen. Mm-hmm. Niet van wij spreken uit naam van een gigantische agro-industrie waar miljarden in omgaan. En dat zijn gewoon fabrieken die op het platteland opereren. Ja. Ja, en het echt het superboeiende aan dat gesprek met George Monbiot, die natuurlijk sowieso een radicaal, misschien wel de radicaalste denker is in dit boek. Wat super interessant is aan Monbiot, is dat hij vanuit zijn visie hele diepgaande bezwaren formuleert tegen de ideologie van groene partijen. Want hij zegt dus, die biologische landbouw, die dus heel erg gepropageerd wordt door die groene partijen, die vreet nog meer ruimte en die biedt misschien wel nog minder voedingswaarde op voor de mensheid. Dus hij is voor een super efficiënte verticale vorm van landbouw. Je zou dat in zekere zin, in die zin beantwoordt hij dus niet aan de traditionele beeld van een environmentalist, zou je kunnen zeggen. Hij wil namelijk een hyper efficiënte vorm van landbouw gaan introduceren, die zo min mogelijk ruimte inneemt. Ja, daar zal hij ook niet in alle opzichten een voorstander van zijn. Ik heb ooit een boek vertaald van Matt Ridley, The Rational Optimist. Mm-hmm, klopt. Een enig boek trouwens, dat is ook een dwarsdenker. Want iedereen die pessimistisch tegenaan kijkt, zegt hij van, nee hoor, we hebben altijd met de technologie een oplossing gevonden en dat zullen we altijd blijven vinden. Hij gaf ergens een voorbeeld van een tomaat die genetisch zo gemanipuleerd werd dat hij in luttele tijd zo'n tomaat werd. Maar dat was genetische manipulatie, dat lag in het Westen zo onder onderzoek van wat zouden de kwalijke gevolgen kunnen zijn. Ja. Dat onderzoek dat is in de jaren, begin jaren 90 of 80 begonnen en het is nog steeds niet afgerond. En dus doen we die tomaten niet. Maar het lullige is, er zijn al tientallen jaren, honderden jaren mensen in Afrika die gewoon verhongeren. En die dolblij zouden zijn met zo'n tomaat. Ja. Maar die krijgen hem ook niet. Tot wij hebben besloten van, nou is hij goed om naar jullie te exporteren. Maar ik vraag me af of dat soort hyper
efficiënte landbouw of Mombioza zegt van nou ja, dat zou een antwoord zijn op het verlies aan productiviteit wat je zou hebben als je de landbouw anders zou organiseren. Ja, en waar we en je hebt natuurlijk minder dieren, wat natuurlijk een hele grote plus is van meer plantaardige verticale landbouw, is natuurlijk veel minder dieren of nagenoeg geen dieren meer hoeft op te offeren. Ik zou niet weten waarom je die dieren niet op elkaar zou kunnen stapelen. Gewoon een luxe flat voor koeien. Ik zou het er een gigantische bak vinden. Ik zou het graag zien. Ja, maar begrijp ik jou goed? Je haalde net dat voorbeeld aan dat je eigenlijk zegt vanwege onze morele bezwaren tegen bepaalde onderzoeken of wetenschappelijke ontwikkelingen moeten mensen in Afrika honger lijden. Daar komt in dat voorbeeld wel. Ja. Dat was een voorbeeld wat hij gaf. Dat boek zit vol met leuke voorbeelden. Ja. Ook over paniek denken, over de toekomst, dat in de 19e eeuw mensen zeiden, als dit zo doorgaat, dan zitten we in 1960 in Londen onder 3 meter stront van de paardenkoetsen. Ja, zo ging de geschiedenis niet. Nee. Ik heb dat altijd een geweldige relativerende opmerking gevonden. Ja, mooi boek. Hoe heet dat boek? De Rationele Optimist. Ja, van? Matt Ridley. Ja. Volgens mij is hij ook wetenschapsjournalist. Ja, zou kunnen. Van origine. Het is een boek dat ik inderdaad wel... ik zal het eens gaan lezen, want dat intrigeert me wel. Maar goed, dit gesprek geeft dus aan... we hebben het nu alleen maar over het interview met George Monbiot, wat ik wel... maar dat geeft dus al aan... dat uw krant, ik zou bijna zeggen je of uw krant, wat u dagelijks in uw brievenbus krijgt, hoe beperkt of hoe narrow die eigenlijk is. Een andere, daar kunnen we nog best op ingaan. Mm-hmm. Dat is dat thema van klimaatverandering. Mm-hmm. Je hebt in ieder geval twee mensen die daar totaal niet in meegaan in dat vertoog, dat IPCC vertoog, of is het IPPC? IPCC, ja. Ja, hè? Dat zeg ik toch goed. Dat, daar ben ik hem even kwijt. Zij zijn kritisch tegenover dat vertoog. Dat is Simon Roosendaal en Marcel Krok. Klopt. En dan denk ik, dat zie je bij hen. Maar je ziet het ook in een andere context bij Marcel Levy. Dat ze zo'n vertrouwen hebben in dat de welvaart en de welvaartsstijging dat zal oplossen. Mm-hmm. De toename van het bruto binnenlands product. Ja. En dan denk ik, dat zou heel mooi zijn als die toename van het bruto binnenlands product ook bij de samenleving terecht zou komen. Mm-hmm. Dan zou het misschien wat kunnen betekenen. Maar ze dat alleen maar verdwijnt in de zakken van de 1%. Dus ik, dat perspectief, daar vond ik eigenlijk Ewald Engelen de enige die dat perspectief ook onder woorden bracht. Mm-hmm. Die enorme scheefgroei in de inkomstenverdeling. Ja, het grote verschil tussen Simon Roosendaal en Marcel Krok en Ewald Engelen is dat ik denk dat Simon Roosendaal en Marcel Krok, maar goed, als ze deze video ooit gaat bekijken, sorry, ik vertaal nu even wat jullie te berden brengen. Of ik probeer dat te parafraseren. Ik denk dat zij uitgaan van een soort zelfoverlevingspsychologie. Dus zij zeggen eigenlijk, mensen gaan zich pas interesseren voor klimaatbeleid en klimaatpolitiek. En zijn er ook bereid middelen aan af te staan als die dreiging redelijk acuut wordt. En je moet er niet van uitgaan dat een abstracte dreiging, en je kunt afvragen in hoeverre is die nog abstract. Hè? Tegenwoordig worden we doodgegooid met berichten over afwijkende, hè, over orkanen en andere afwijkende. Maar zij zeggen dus dat is uiteindelijk effectiever dan vanuit een abstract scenario daar middelen voor gaan vrijmaken. Waar natuurlijk het IPCC op inzet. Die spreekt vooral regeringen aan van jullie moeten middelen vrijmaken. Of jullie moeten zo en zo gaan produceren om dat klimaatbeleid om de klimaatverandering af te remmen. Hè. Dus zij hebben denk ik een fundamenteel ander psychologische of een soort fundamenteel andere kijk op de mensheid. En Marcel Krok, meen ik, die komt zelfs nog. Maar er zijn dus economen die dus hebben uitgerekend. Je kunt zeggen, je moet niet bij klimaatbeleid moet je niet voor een dubbeltje op de eerste rang willen zitten. Maar er zijn dus economen, laat ik het iets voorzichtiger zeggen. Er zijn economen die zeggen, pas bij zoveel temperatuurstijging heeft het zin
om massaal in actie te gaan komen. En dan zal die actie ook veel sneller en decisiever zijn dan dat we nu, ruim voordat dat punt bereikt is, zeg maar iets blauw hinein, overal in windmolens, in zonnepanelen en allerlei andere oplossingen investeren, waarvan maar helemaal de vraag is of dat uiteindelijk gaat werken. Ja, nou ja, dat is dus zoiets als met die paardenkoets en die mest in 1960. Ja. Dit blijven natuurlijk natte vingerwerken. Modellen, de onwerkzaamheid van modellen is echt de afgelopen jaren natuurlijk ook een groot thema geworden. Ronald Zeker. Meester heeft zich er ook uitgebreid over gebogen als statisticus. Ja, er zijn ook economen die zeggen van als we nu investeren, dan besparen we veel en veel grotere kosten op lange termijn. Ik bedoel, als je ziet dat nu de rivieren overlopen, dan moet je maatregelen nemen, werken aan dijken. Ja. Dat kan je niet meer doen als we eenmaal onder water staan. Ja. Ik kan zelf moeilijk beoordelen wat hier in wijsheid is. Misschien hebben ze ook wel gelijk van klimaatschommelingen zijn er altijd geweest. Ja. Dat kan wel zijn, maar wij zijn geen brontosaurus. Ja. Bij 40 graden, als dat de basistemperatuur is van de zomer, dan vallen mensen gewoon dood op de grond. Daar kan je op wachten en dan kan je zeggen, we hebben nu een acute noodsituatie. Mm-hmm. Maar goed, nogmaals, dat er ooit klimaatschommelingen zijn geweest, dat is denk ik absoluut een feit. Misschien. Maar de vraag is of dat als argument tegen de strijd voor een beter klimaat aangevoerd kan worden. Nou ja, om nog één argument van Marcel Krok nog even te benadrukken, zonder ik daar noodzakelijkerwijs helemaal mee eens hoef te zijn. Maar wat hij zegt is, de reden dat die klimaatlobby en ook de IPCC, die zijn alleen maar bezig met CO2 beleid. Dat is hun absolute speerpunt. Hij zegt dat is logisch, want dat is hun manier om die regering, om macht uit te oefenen en die regeringen te adviseren. Zij zegt dat de dichtheid van wolken, dat die ook invloed hebben op de temperatuur op de aardse temperatuur. Hij zegt, ja, dat gaan ze natuurlijk niet zeggen, want ze kunnen niemand dwingen. daar heeft de mens geen invloed op. Dus met andere woorden, er zijn oneindig veel meer factoren die invloed hebben op hoeveel wat het klimaat zal gaan doen. Alleen zo'n IPCC is eigenlijk wat hij zegt, een soort one-trick pony. Die op één ding maar blijft hameren en net doet alsof dat het enige element is wat ons al of niet gaat redden van de eventuele klimaatramp. En daar teken ik dan nog bij aan ik weet niet wat de leeftijd van onze kijkers zal zijn, maar het interessante van het gesprek wat wij dus nu hebben is in feite dat een heel groot deel, denk ik, van de jongere, meer activistische kijkers twee wat oudere heren zal zien zitten en zal zeggen, leuk dat jij nu nog tijd en ruimte hebben om het hierover te hebben, maar het is al lang 5 over 12. Actie, actie, actie. Ja, dan gaan we straks nog even naar het Rijksmuseum om een pot drek over Rembrandt uit te gieten. Dat is dan onze bijdrage aan het klimaatprotest. Wat mijzelf erbij dat ik denk van, is dit efficiënt? Dat is de alarmistische toon waarvan ik dan denk van, zou dat mensen niet eerder aanzetten tot volharden in hun levenswijze en een soort escapistische neiging? Moet je eigenlijk niet veel meer inzetten in op de voordelen? Ja. Echt dat je de marketing maakt, maar niet marketing voor meer, maar marketing voor minder. Ja. Dat is een heel ander soort marketing natuurlijk dan waar we dagelijks mee doodgegooid worden. Ik denk van, moet er niet een verbod komen op het ontwikkelen van dingen als een waterscooter? De fucking elektrische fiets, dat de kinderen van 14 nu allemaal op fatbikes, vette kinderen op fatbikes, chasen rond. Dat is probleem voor de gezondheidszorg over 20, 30 jaar. Want dan zijn ze allemaal versleten gewrichten. Ja. Maar los daarvan, die energieconsumptie blijft maar toenemen. En dat komt ook, is dat bij Marcel of is dat bij Simon, het pleidooi voor kernenergie? Ja, Simon is dat. Ja, ja dan kan je wel zeggen van kernenergie is nodig, maar misschien nog nodiger dan kernenergie is gewoon minder energie verbruiken. Ja. Want dat is toch de meest gegarandeerde weg naar minder druk op dat klimaat. Want wat nu al vastgesteld is, dat met groene energie
er absoluut niet te voorzien is in de energiebehoefte. Zeker als die blijft stijgen, niet alleen in Europa, maar ook in de emergent economies, de BRIC-landen, Brazilië, Rusland, India, China. Wij kunnen niet als Westelingen zeggen van, nou, nu jullie eindelijk een auto kunnen bekostigen, mogen jullie er niet in rijden. Ja. Dat is heel raar. Ja, en op het gevaar af dat ik alle belangrijke punten, maar dat zal niet zo snel gebeuren, van het boek al verklap. Simon Roosendaal laat ook zien dat waar we nu dus massaal inzetten op zonne- en winterenergie, hij voorspelt dat over 10 jaar, hij zegt dat lijkt nu nog een onderdeel van de oplossing, maar ik voorspel je, over 10 jaar is het een onderdeel van het probleem. Want die windmolens die hebben ongeveer een levensduur van 20 à 25 jaar. Dus die gaan nog een gigantische hoop rommel opleveren die we moeten gaan afvoeren. Hetzelfde geldt voor die zonnepanelen. Dus hoe afbreekbaar is dat al dat materiaal? En hoe duur wordt het om zo'n heel windpark te gaan vervangen? Dus ja, ik vind dat dus dat zijn typisch van die gedachten waarvan ik denk, ja, ik vind dat super verrijkend om met dat soort mensen, die in het geval van Simon Roosendaal met heel veel kennis van zaken dat soort beelden weten te kantelen. Ja, maar goed, uiteindelijk is het toch in zoverre een conservatief betoog, omdat het kijkt van hoe kunnen we gewoon doorgaan zoals we nu bezig zijn. Ja. Terwijl ik dan denk van ja, misschien moet je toch wel meer kijken in de kant van de degrowth mensen. Minder, minder, minder. Maar dan gaat het niet over Marokkanen, maar over energie en consumptie. Ik geloof dat in ieder geval in mijn eigen leven heb ik daar toch meer voor gekozen. Om mijn ecologische voetafdrukje een beetje te verkleinen. Als je dit vraagstuk, ik heb daar laatst, ik ben naast dat ik het fijn vind om dikke boeken te lezen, kijk ik ook naar korte TikTok filmpjes. Dus ik ben wat dat betreft, niets menselijks is mij vreemd. Ik heb laatst een gevaarlijke naam om tegenwoordig te noemen, Elon Musk. En die zei, er zijn in principe, de vraag die we moeten beantwoorden is deze. Zijn we voor een expansionistische toekomst? Of, dus met andere woorden, willen we als mensheid ons uitbreiden? Hè? Dus zijn we gericht op expansie? Of moeten we onszelf beschouwen als inderdaad in zekere zin als een vergissing voor de aarde? En moeten we dus inderdaad, een beetje wat jij suggereert, moeten we onszelf vrijwillig gaan terugtreden? Nou ja, ik hoef jou niet uit te leggen, denk ik, welke keuze hij maakt. Maar ik vond dat wel een hele verhelderende, want we hebben het in het begin gehad over dat terminologie als links en rechts niet meer, en ook conservatief en progressief eigenlijk niet meer voldoen. Hij noemt dat ene visie, noemt hij expansionistisch. Die andere is misschien, ik zou je reductionistisch kunnen noemen. Of implosief. Of expansionistisch versus implosief. Ik denk dat het een ongelooflijk boeiende, als je dus het hele politieke spectrum langs dit begrippenpaar zou leggen, zou je echt, misschien is dat wel veel verhelderender inderdaad. Nou ja, maar dat dan als inzet van een marketingcampagne. Er was ooit een antropoloog, Marshall Salins, en die schreef over de Zen Road to Affluence. En die zei van, niet de middelen uitbreiden, maar de behoeften beperken. Mm-hmm. En ik dacht van, och, wat leuk om gewoon zo weinig nodig te hebben en daarmee gelukkig te zijn. Want iedereen weet intussen ook wel dat, afgezien van het hele kortstondige genot van een nieuwe aankoop, dat niet hetzelfde is als duurzaam geluk, als dat überhaupt al bestaat. Ja. Maar ik vind het een heel mooi woord. Ik neem het alle minuten over. Implosief versus expansionistisch. Maar ik denk dat iedereen die nu kijkt en bij zichzelf naar binnen kijkt, dat geldt, neem ik aan, ook voor jou. Dat geldt in ieder geval voor mij. Dat ik zowel implosieve als expansionistische, of blootsta aan implosieve als expansionistische impulsen. Ja, natuurlijk. We zijn ook maar menselijk. En ik denk dat oproepen tot doe je leven totaal anders,
Nee, maar als iedereen een tandje minder zou doen, denk ik, nou dan hebben we... Kijk, uiteindelijk gaan we toch allemaal naar de verdommenis. Daar ben ik wel van overtuigd. Daar ben je misantroop voor, nee, toch? Nee, maar ook, ik bedoel, op een kosmische schaal even bekeken. Mm-hmm. Hè? Wij zijn niet eeuwig, wij zijn geen god, dus het zal een keer ophouden. Maar als we allemaal een beetje minderen, dan hebben we er misschien nog enkele decennia bij. Ja, maar dat is dus super implosief gedacht, want inderdaad, Elon Musk, dat weet jij ook... Die is met raketten bezig en die is met die ziet natuurlijk ook dat die aarde uitgeput raakt. Maar die zegt nee, we moeten ons dus gewoon gaan vermenigvuldigen en knappe mensen creëren die ook nog een grote gezin beginnen. En dan gaan we gewoon, of dit realistisch is vers 2, maar dan gaan we gewoon als mensheid gaan we het universum besturen. Ja, nou ja, dat ik ben dol op science fiction. I'm a sucker for science fiction. Maar dan denk ik, de hoeveelheid geld die in dit project gaat zitten, dat gezien de tijd dat ons rest op deze planeet binnen het huidige tempo, dat is volslagen onrealistisch. Dan kan je dat soort geld beter investeren in het verbeteren van de planeet voor een paar miljarden een rakettenruimte in te knallen, zodat een miljonair kan pingpongen in zero gravity. Ja, mooi. Ja, ik bedoel, dat is toch een heel contraproductief gebruik van middelen. Wat hebben die mensen? 40, 50 miljard op hun bankrekening. En dan gaan ze het in dit soort projecten steken. Het beeld wat je schetst is er een van grootschalige zelfdisciplinering. Hè? Waar we dan het hoeft niet grootschalig te zijn. Als iedereen gewoon een beetje minder doet. Ik ben niet opgehouden met vlees eten. Maar ik eet wel minder vlees dan ik had. Mm-hmm. En als iedereen dat doet. Dan scheelt dat misschien op die 40 miljard koeien van Monbio wel 10 miljard. Dan denk ik, I call that progress. Ja. Ja. Zullen we daarbij laten? Ik vind het zeker het laatste deel van dat gesprek vind ik één grote reclamespot voor je boek. Voor dit boek. Dames en heren, lees dit boek. Heb ik hem zo recht? Nou ja, een dwarsdenkend boek kan natuurlijk ook zo. En dan wens ik u al een voorspoedige vertering. Dankjewel.